Hoi, ik ben weer terug. Deel 2 van het filmpje van de filmpjes. Over hoe herken ik nep make-up, fake make-up. Mochten jullie wat horen rommelen, dan kan het zijn dat je dat kan. Want het begint een beetje te onweren. Nou ben ik niet buiten hoor, dus ik heb er verder geen last van. Maar het kan zijn dat jullie wat horen rommelen dus. Nou, wat er ook heel veel nagemaakt wordt, zijn pigments. En pigments, dat is dit. En een pigment. Pigment. Is een losse poeder van MAC die je op verschillende manieren kunt gebruiken. Je kunt ze normaal, het meest worden gebruikt als oogschaduw. Maar je kunt ze ook bijvoorbeeld mengen door nagellak of bodylotion of iets anders. Zodat je die kleuren die je hebt overal op kan brengen. Je kunt ze ook gebruiken als highlight. Ligt een beetje aan de kleur natuurlijk, maar je kunt er in principe alles mee. Nou, een pigment is een potje met een zwart dekseltje. Het is een beetje een mat dekseltje. En het is zo dat ook hier weer voor geld zit in een heel simpel zwart doosje, niks bijzonders. Maar ook hier voor geld, bovenop het doosje zit een stickertje. Met daarop, het stickertje zit ook weer geplakt met erop de naam. Onderaan het doosje zit ook weer een stickertje geplakt met erop de barcode. En in dit geval, deze die komt bij Nordstrom vandaan. En Nordstrom is een Amerikaanse winkel, zeg maar. Nou, en dat staat er dus ook nog op. En verder, wat staat er nog meer op? Pigment en de inhoud, die is 7,5 gram. En eigenlijk is dit gewoon een standaard doosje. Maar het punt is dat dit soort doosje natuurlijk een doosje is zo nagemaakt. Dus zelfs al is het nep, dan kan het doosje nog perfect eruit zien. Nou, en hetzelfde geldt eigenlijk voor de inhoud. De inhoud is een transparant doosje, of verpakkingje met een dubbele bodem. Van kunststof gemaakt, met een dekseltje. Onderaan vind je weer een stickertje met daarop de naam en een nummer, weer een code, AC7. Dat betekent dat die uit 2007 is. En die AC staat natuurlijk ook weer ergens voor. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg spannend. En dit is het pigment zelf. Nou, het punt is dat deze pigments, die worden echt heel goed nagemaakt. Echt heel goed. Soms zijn ze echt zo goed nagemaakt dat je het verschil eigenlijk niet ziet, ook niet als scanner. Maar meestal, bij de meeste aanbiedingen, zie je het echt wel duidelijk, omdat daar pigments worden aangeboden die geen naam hebben, maar een nummer of een naam die nooit heeft bestaan. En wat ook vaak voorkomt, regelmatig voorkomt, is dat pigments een naam krijgen van wel een bestaande oogschaduw, maar dat is geen pigment. Dus dat is gewoon een oogschaduw in vaste vorm. Je kan best wel heel snel voor de gek worden gehouden. Maar als je een klein beetje erin verdiept. En hier en daar op internet zijn er echt wel heel veel mooie artikelen over verschenen. Wat je precies kunt doen. Of hoe je precies een goed pigment kunt herkennen. Maar mijn advies is eigenlijk altijd. Kijk ook gewoon wat de verkoper voor andere producten aanbiedt. Een verkoper die een hele lading alleen maar van deze pigmenten aanbiedt. En dan het vaak meestal ook nog met een mooi verhaal erbij. Waarom ze dat doen. Hè? Omdat ze er winkel gaan sluiten of omdat ze met de werkzaamheden stoppen of meestal is het allemaal heel vaag. Geloof dat gewoon niet, want er zijn dus gewoon groothandels, Chinese, bijna allemaal Chinese of Aziatische groothandels op internet waar je dit soort dingen, nep dingen, gewoon in grote getalen kan kopen. Dat kunnen jij en ik ook doen. Ik bedoel, als ik morgen 20 van die pigmenten wil kopen, dan koop ik ze gewoon. En ik zet ze op marktplaats en ik doe net alsof ze echt zijn. Dus het is echt heel simpel, veel simpeler dan je denkt. Dus trap er gewoon niet in. Wees echt heel voorzichtig. Heel voorzichtig met het kopen van pigmenten en andere producten op internet. Nou goed, dit is dus de pigment, zoals die oorspronkelijk waren. Sinds kort zijn de verpakkingen van de pigments trouwens veranderd. En ik weet niet of dat met deze vervalsingen te maken heeft. Maar ze zijn in ieder geval anders. Dit is een Alice en Olivia pigment. Die hebben nog een apart vormpje. Nou, het principe is eigenlijk weer hetzelfde. Er zit weer een stickertje op. En een barcode met een stickertje die zit er ook op. En het is alleen het flesje, zeg maar. Die is wel heel wat anders. Nou, kijk eens. Dit is dus de oude. En dit is de nieuwe. Alle pigmenten die worden nu worden vervangen door de nieuwe versie. Maar je kunt best nog wel een tijdje deze voorbij zien komen in winkels, zowel als op internet natuurlijk. Dus hou daar even in de gaten dat inderdaad veranderd is. Wat je ook langs kunt zien komen aan pigmenten, dat zijn dit. En dat zijn zogenaamde charms. En dat zijn setjes, zoals deze.
Die zijn ook uitgebracht tijdens de veezagencollectie. Dat zijn setjes van 5 verschillende pigmentjes in allemaal kleurtjes. Dus zijn dus kleinere hoeveelheden. En die worden zo in een setje verkocht. Hartstikke leuk om cadeau te geven. En dat betekent dat het ook dus originele producten zijn. En heel veel van deze charms, van die kleine verpakkingen met 2,5 gram zitten volgens mij in, die worden ook te koop aangeboden op internet. En die zijn dus gewoon echt. En het is best leuk trouwens om eens te proberen of je die kleur mooi vindt. Nou, en dan ga ik nu over tot het laatste wat ik eigenlijk jullie willen laten zien. En dat is de gewone quads. Nou, MAC die heeft quads. En quads, dat betekent eigenlijk 4. Hè? Een quad is iets met 4 dingen. En in dit geval is het iets met 4 oogschaduws. En dat zijn deze doosjes. Nou, MAC die heeft in hun standaardcollectie geen quads. Helemaal niet. Wat ze wel hebben in de Pro Store zijn lege doosjes, zoals dit. En die kun je zelf vullen met 4 kleuren naar keuze. Die kun je dus alleen in de Pro Store kopen in Nederland. En ook in de Bijenkorf in Nederland. En in België kun je ze bij alle MAC winkels kopen. Maar dit is bijvoorbeeld een palet wat uit een collectie komt. Met collecties hebben ze ook regelmatig quads. Die ze gewoon met 4 vaste kleuren. Dus kun je ze niet zelf kiezen. Er zitten gewoon 4 kleuren in. En die kun je dan zo kopen. En dan horen ze bij die collectie. En meestal is dan op is op. Dat geldt voor deze. Dit is de Notoriety Eyeshadow Quad. En die heb ik een keer gekocht bij een collectie. Nou, dit is een verpakking. Een zwart doosje, hetzelfde verhaal gaat weer. Sticker met de naam erop en de onderkant sticker met barcode. Dus eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar kijk, een heel tijdje geleden zag ik op internet iets. En dat was dit. Laat ik het even jullie zien. En toen dacht ik, hey, dat is een apart quad. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar tegelijkertijd wist ik eigenlijk bijna wel zeker dat het nep was. En toch heb ik het gekocht, omdat ik het eigenlijk wilde kijken hoe slecht het dan wel was en wat ermee aan de hand was. En ook om het eens te laten zien aan naar jullie bijvoorbeeld. Nou, wat is er nu anders? Kijk, zoals je ziet zit op dit nep ding geen sticker. Helemaal niet. En aan de onderkant zit er ook geen sticker. Aan de achterkant, daarentegen, zit wel een stickertje met een nummer 2. Nou, dat is alles. Nou, dus dat klopt al niet, hè? Nou, op het moment dat ik dan het open ga maken. Is dit het quad? Wat op zich nog goed eruit ziet, moet ik zeggen. Het is bijna hetzelfde, toch? Lijkt eigenlijk prima. Het zijn de kleine details die ik jullie even besparen, want er is wel wat verschil in. Maar het ziet er eigenlijk wel prima uit. Maar het verschil is weer de achterkant. Hier zit helemaal geen sticker op. En deze natuurlijk wel. Maar voor de rest, zul je best zeggen, ziet het er best goed uit. Maar het is dus gewoon hartstikke nep. En je kunt het inderdaad heel goed voelen aan de oogschaduw zelf. Die echt verschrikkelijk aanvoelen. Kleverig. Niet mooi. Kleuren komen er helemaal niet vanaf. Helemaal niet zoals je van MAC gewend bent. Maar dit zijn dus wel quads die aangeboden worden op internet. Dus hou daar echt, dit is gewoon op eBay, heb ik op eBay gekocht. En daarna heb ik dus een klacht ingediend en heb ik ook gewoon mijn geld direct teruggekregen. Dus ik heb er niets aan verloren, maar het is wel heel erg zonde. En als een verkoper niet meer is, dan kun je soms ook wel eens naar je geld fluiten. En dat is gewoon heel erg zonde. Dus dit was van een verkoper die geen goede feedback had. Of helemaal nog niet, geloof ik. Dus ik bedoel, daar, dat is weer een heel ander verhaal met kopen op eBay. Misschien kom ik daar later ook nog wel eens op terug. Maar zoals je ziet maken ze dingetje dus echt wel heel goed na. En kun je best zo in de val trappen. Het quad van MAC heeft trouwens ook een metamorfose gekregen. Laat ik dan ook wel even zien. Wat ik net liet zien, dat is dit quad. Dat is dus zeg maar het oude vertrouwde quad. En tegenwoordig is dit het quad wat we krijgen. En die hebben dus een iets ander. Die zien er dus even iets anders uit. Die zijn transparant zwart dekseltje wel met een zwarte randje eromheen. En de binnenkant is ook wat zwarter en een tikje glanzender. En je hebt niet meer dat overgangetje. Zie je, dat is toch wel heel anders. Dus dit zijn de nieuwe quads. Dus vanaf nu, alle quads worden op deze manier gepresenteerd. Dus dat is ook weer iets om even rekening mee te houden. En laat ik jullie als laatste nog even zien dat MAC ook verschillende quads heeft. Of
paletjes heeft, zoals dit. Kijk, zie je, dat is weer een heel ander palet. En dat is ook weer van een speciale collectie. En dit zijn bijvoorbeeld lipkleurtjes. Dat is een pasje. Dit zijn bijvoorbeeld lipkleurtjes. Hartstikke leuk natuurlijk. En een heel apart paletje. Wat er weer heel anders uitziet dan normaal. Zo kun je best goed, zeg maar, gefokt worden. Als je even niet weet hoe het allemaal in elkaar zit. Dit is de verpakking bijvoorbeeld heel apart en leuk. Dit is ook nog een leuk paletje. Het ziet er wel apart uit. Hallo. Dat is een trip palet. En ik ga jullie binnenkort nog wat, ik ga denk ik morgen of in ieder geval binnenkort een filmpje maken waarin ik wat bijzondere MAC items laat zien. Misschien wel leuk om, om gewoon eens een keer naar te kijken. Voorlopig heb ik jullie hopelijk wat goede tips gegeven om te zorgen dat je geen fake make-up meer koopt. Mocht je vragen hebben, zet ze dan vooral hier beneden bij de comments. En ik ga proberen ze te beantwoorden. En kijk ook altijd even op Lushit Beauty voor goede tips. En zo, zeker de laatste informatie over de MAC collecties. En dan hoop ik dat jullie geen fake make-up meer kopen. Dat is hartstikke zonde. Dankjewel voor het kijken. Doei!